schenen met delen van gesprekken die het Britse medium Carmen Rogers had met Elvis Presley in juli 1979, dus 2 jaar na Presley's dood, over commerciële wansmaak gesproken. Nee, geef mij dan maar onze eigen Terry Lee, die misschien als een tweede Elvis Presley door het leven zal gaan. Hij trad onlangs op in de Doelen in Rotterdam met zijn Las Vegas show. En natuurlijk ging ik er naartoe. Op zo'n moment wel, ja. Met al die schreeuwende mensen voor je? Ja, na de hand dan ben je... Nou ja, goed. Dan ben ik weer gewoon tegen die natuurlijk. Ja. Hoe ervaar je nou zo'n optreden met zo'n zaal? Met echte fans natuurlijk. Nou, gewoon lekker, joh. Gewoon lekker. Ik voel mijn eigen verbinding gewoon in een ander huidje kruipen. Van een andere huid. En dat doet me gewoon plezier, weet je. Die mensen genieten. Dat is gewoon een belangrijkste. Als ik je zie, dan... constateer ik dat je gewoon Elvis helemaal bestudeerd hebt, van top tot teen. Nou, hoe doe je het? Dat heb ik eigenlijk niet, joh. Ik heb net het gevoel als dat je optreedt, dat je gewoon in die huid kruipt, gewoon. Door die nummers, die act, het publiek. Ik heb natuurlijk wel wat dingen bestudeerd en zo, of gewoon video gekeken, wat hij doet, wat hij niet doet. Maar werkelijk bestudeerd, nee. Maar ik ben ook al 20 jaar mee bezig, hè, zoals je wel. Ja. Maar ook naar het platen luisteren, want je maakt stembuigingen op dezelfde moment als Presley deed. Nou, dat heb ik beslist niet gestudeerd, joh. Dat is echt... Op dat moment dan... Nou, dat geef je gewoon, joh. Dat gaat gewoon automatisch. Are you lost? Was your mind to the dark side? Where you and call you sweetheart? There are tears in your heart. Say that you gave. De laatste periode, zeg maar de Las Vegas-achtige shows, en wat minder op het rock'n'roll werk. Heb je een voorkeur voor die periode? Ik heb wel een voorkeur voor die periode, op dit moment dus niet. Omdat ik eigenlijk al een beetje geleefd heb. Een beetje... Ik kan het wel, als je dat wil natuurlijk, maar ik voel eigenlijk meer voor balladen, country, maar wel in zijn stijltje natuurlijk, dat mag me wel trekken. Er is interesse voor jou in het buitenland? Ja, nou, zoals je weet, ik ga volgend jaar naar Amerika, dat staat al helemaal vast. Ook in Nashville. En dan ga ik een show doen. Plus een 3 weken een tournee met diezelfde show. Dus dat is deze show. Dus. En eind dit jaar ga ik naar Japan. Voor een songfestival in Tokio. Dat is de Yahama Songfestival. En daar treed ik dus ook op met eigen nummers. Dat is eigenlijk een nieuwe single die eigenlijk op het programma staat.
Maar dat naar Amerika gaan, betekent dat je daar de hele sporen van Elvis nagaat? Of dat je eventueel ook nog als een soort tweede Elvis gebruikt wordt? Ja, je wordt altijd vergelijken, joh. Dat is heel moeilijk. En ik, weet wel, dat lachje, dat tintje en zo. Je wordt altijd gauw gezegd, kijk, je bent Elvis, je bent geen Terry Lee. Hè? Dat vind ik ontzettend jammer, want naast dat ben ik nog steeds bezig met eigen nummers. Om het toch te proberen op mijn gebied, mijn eigen genre, om dat tussen te brengen. Op de plaat over te brengen. Er zijn plannen om een nieuwe Elvis film te maken? Ja. Jouw naam wordt daarbij genoemd. Dat klopt. Er moeten dus eerst proefopnames gemaakt worden enzovoort. Maar de besprekingen zijn daarover helemaal rond. Dat is natuurlijk de managerzaken. Die weet alles van dat geheel af. Ik wil met mijn eigen dus hoofdzakelijk met de muziek. Maar zover dat ik alles bekeken heb, de brieven, et cetera, is dat helemaal rond. Daarnaast dus ook een show die in Amerika gaat lopen, waar ik dus in kom. Waar ik dus de hoofdrol ga vertolken, zou zeggen. Maar voor die film moet eerst dus de, in jullie termen, laat ik het zo zeggen, de close-ups, proefopnames, of je wel geschikt bent, et cetera, et cetera. Maar het staat in ieder geval op staan, dat kan je wel zeggen. Leuk vanavond. Hoe was het allemaal in Gossen? Een hele hoop. Komt op de voorkant. Oh, je dat op de voorkant? Ja, ik ga inplakken. Bedankt.